Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vaiko Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Hier op Vaiko Games. En jongens, knal meteen eventjes een like op deze video. Want het zou namelijk vandaag wel eens een hele belangrijke dag. Burgemeester, je lult om mijn intro heen. Burgemeester Kelvin Heller. Wat is er aan de hand, dude? De media is een campagne begonnen tegen alle voorzieningen waar gevangenen gebruik van mogen maken en ik krijg alle klachten over me heen. Er is een nieuwe wet waarbij fitnessapparatuur wordt verboden in luchtplaatsen. Je moet alle halterbanken verwijderen van de luchtplaatsen, anders krijg je een boete. Je hebt 6 uur de tijd. Pardon? Ik wil helemaal geen boete. 6 uur de tijd om alle halterbanken te verwijderen. Wat is dat nou even domme wet? Jongen, ik ben er echt voor om gevangenen weinig rechten te geven. Maar dit vind ik wel heel extreem. Voorwerpen ontmantelen. Hoe gaan we dat in godesnaam doen? Misschien kunnen we dat met buitenruimte verwijderen doen. Binnenruimte leegmaken. Waarom werkt dit niet? Haal dit allemaal weg. Zo, hupsakee. Tunnels verwijderen, muren slopen, please. Kamers. Jongens, hoe haal ik die voorwerpen weg? Voorwerpen ontmantelen. Voorwerp verkopen. Dit. Dit voorwerp moet ontmanteld. Doe het maar eventjes op deze manier. Gewoon klik, klik, klik. Misschien dat dat werkt. Jongens, paniek. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon rustig deze aflevering beginnen. Maar dit schiet niet erg op. Alle halterbanken van buiten. Maar ze hebben niks gezegd over halterbanken die binnen staan. Die mogen we misschien dan wel hebben. Als we deze dan gewoon binnen neerzetten, dan is er niks aan de hand. Dan maken we gewoon een binnenfitnessruimte. Dan wordt het eigenlijk alleen maar luxer voor de gevangenen. Wat is er nou in één keer problemen tegen... Wat zouden mensen nou voor problemen kunnen hebben met halterbanken? Dan worden de gevangenen tenminste een beetje gezond. Dat is toch wat ze willen tegenwoordig. Nou, kom op jongens. Werkmannetjes, lekker aan de sjouw. Alle halterbanken weghalen, jongens. Ik hoop dat ze er een beetje blij van worden. Oké, zo, weg ermee. Iemand moet ze naar buiten sjouwen en ik ga het niet doen, want die dingen zijn veel te zwaar. Slaat helemaal nergens op. Trouwens, hier was ook best wel een probleempje. Met alle camera's. Waarom doen die camera's het hier niet? Zijn die camera's niet onderverdeeld of zo? Even kijken, wat hebben we allemaal nog verbonden? Deze kunnen we nog. Hoeveel heeft deze er? Deze heeft er 5, dus kunnen we deze nog... verbinden met deze camera's. Blijkbaar zijn die helemaal niet aangesloten. Best wel weird. Ik zou toch zweren dat ik die camera's... Heb ik die niet verbonden? Ben ik zo scheef geweest met die camera's? Ik geloof er helemaal niks van. Deze ook al. Hoeveel hebben we er nou? We hebben er nu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dus kunnen we er nog eentje bij doen? Heb ik die echt niet opgehangen? Wat ben ik nou voor scheve prisonbouwer? Hoe gaat het trouwens met deze? Wij de halterbanken die zijn allemaal gelukt. Oké, awesome. Hopelijk gaan ze er dan niet over zeuren. Want dan slaat het helemaal nergens op. Ik heb keurig netjes alles weggehaald. Ik heb alles neergezet zoals ze wilden. Waarom is het deursysteem nog niet aangesloten? Ik kan niet werken met een niet aangesloten deursysteem. Dat deurtje moet trouwens sowieso aangefixt worden. Want daar moet nog steeds iemand die deur open gaan lopen doen. Dus deze moet nu heel snel verbonden worden. Want ik heb geen zin dat er steeds een bewaker naar buiten gaat lopen. Waarom ga jij hier naar binnen, vriend? Dit is de beveiligingskamer. Wat ga je er doen? Oh, je gaat schoonmaken. Oké, dat mag. Vooruit. Als hij lekker gaat schoonmaken, dan mag het. Jongens, sluit aan dat ding. Ik heb die deuren nodig. En een beetje snel ook. Status van gevangenen in dodencel. 19%. Betekent dat er 19% kans is dat hij onschuldig is? Want dan zouden we zomaar een gevangene ter dood kunnen gaan veroordelen vandaag. Of hier wat de doodstraf kunnen uitvoeren. Waar is die dude? Waar is het? Hier, Morgan. Hoe gaat het met jou, Morgan? Wacht eens eventjes, waar is die vent? Daar. Kans op clemency. 19%. De door de staat goedgekeurde kans op veroordeling is 5%. De kans dat de commissie clemency verleent en de doodstraf weet te voorkomen. Bij elke keer dat een gevangene tevergeefs in beroep gaat, wordt deze waarde lager... totdat hij onder door de staat goedgekeurde kans op veroordeling komt, waarop toestemming wordt gegeven om de doodstraf te voltrekken. Als je de executie voor dit plan wil uitvoeren, dus gewoon lekker snel wil zijn, word je bestraft als later blijkt dat het hoger beroep van de gevangene is goedgekeurd. Ja, maar dat is dan veel te laat. Dan gaan we de meeste executeren en dan gaan we nog hoger beroep. Dat is een beetje vreemd hoor. Je moet eerst hoger beroep doen en dan hopen dat je vrijkomt en dan misschien de executie plannen. Indien een clemency wordt verleend, wordt de gevangene meteen vrijgelaten als hij onschuldig wordt verklaard of overgeplaatst naar een afdeling met maximale beveiliging als hij nog steeds schuldig wordt bevonden. Dat verklaart ook waar die vorige gevangene gebleven is. Die vorige gevangene is natuurlijk gewoon vrijgesproken en zijn doodstraf is omgezet in een hogere gevangenisstraf.
Of hij is vrijgelaten, dat kan ook nog. In dat geval zou hij hier ergens moeten zitten. Bert, heb jij een grote snor, vriend? Is dit die gevangene van de vorige keer? Want ik weet namelijk helemaal niet hoe die heette. Draai eens om. Ja, dit is hem. Die gozer heeft gewoon zijn ter dood veroordeling... heeft hij om weten te zetten... in een gevangenisstraf in afzondering. Maar dat is ook wel heel vervelend. Wat zou je dan willen? Want als je ter dood veroordeeld wordt, dan word je geëxecuteerd. Dan hoef je in ieder geval niet heel lang uit te zitten. Maar als je levenslang krijgt... dan zit je dus eigenlijk gewoon levenslang in een cel van 3 bij 2 meter... de rest van je leven voor je uit te kijken en een beetje weg te kwijnen. Ik zou niet weten wat ik dan liever zou hebben, hoor, jongens. Dat is best wel een dilemma. Zou ik dan toch maar de doodstraf willen hebben? Dan hoef ik in ieder geval niet de rest van mijn leven in de gevangenis te zitten. Waar ik dan uiteindelijk toch dood ga. Misschien kunnen ze dan meteen eventjes een beetje vaart achter zetten. Laat dat maar eens eventjes weten, jongens, in de reacties. Wat zou jij kiezen? Zou jij ervoor kiezen om er dan levenslange celstraf te krijgen? Of zou je dan toch de doodstraf willen uit laten voeren? Laat maar eens eventjes weten. Oh, ik weet trouwens meteen... Oh, we hebben de postkamer. Ik dacht, we kunnen hier misschien nog een extra kerkbank voor maken. Maar dat is dus blijkbaar ook niet nodig. Want de postkamer kunnen ze in ieder geval in werken. Dat is wel positief. Jongens, de beveiligingskamers, die werken natuurlijk alleen als er iemand is, hè? Moet wel iemand naar die beveiligingscamera's gaan zitten kijken, want anders heeft het natuurlijk ook niet heel erg van nut. Oh, trouwens, hier moeten we nog een bewaker laten lopen, zie ik zo. Patrouilles van bewakers. Hoppakee, komt ie maar. Zo, hoppakee. En dan kunnen we misschien, als we nog toch geld over hebben, we moeten nog eventjes wachten op die doodstrafuitvoering. Kunnen we dit gaan kopiëren? Kunnen we dat nog kopiëren? Werkt dat tegenwoordig niet meer. Klonen. Kunnen we dit al helemaal klonen of niet? We kunnen volgens mij wel echt maar een klein stukje klonen. Wacht eventjes. Ik wil... dit? Nee, eentje naar rechts. Dit wil ik klonen. Kan dat? Denk het wel. Dat zou ik dan hier moeten bouwen. Even kijken hoor. Geblokkeerd. Waarom is dat geblokkeerd? Wat is dan weer voor bullshit? Omdat er natuurlijk geen... ah, ik snap het al. Omdat daar geen fundering ligt. Laten we eens die fundering dan maar eens neerleggen. Het kost een hoop geld. Hoppakee. Maar dan kunnen we eindelijk het laatste gedeelte van de gevangenis gaan maken. Het laatste gedeelte met cellenblokken. Dan kunnen we misschien cellenblok D krijgen. Met een capaciteit van 100 gevangenen. Oh, hoop geld. Geld, geld, geld. Geld is altijd goed. Geld is awesome. Geld is baas. Geld is altijd welkom. Basisonderwijs gaat goed. Algemeen onderwijs komt er ook zo meteen aan. Subsidie. Cellenblok D. Verhoogde capaciteit naar 200 gevangenen. We hebben er nu een capaciteit van 151. Hoeveel zit er in één zo'n blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19 per blok. Dus dat is 19, 38, 57. Dan zou ik, als ik hier nog 3 cellenblokken kan bouwen... dan zou ik een capaciteit van 200 moeten kunnen krijgen. Dus cellenblok D gaan wij claimen. Binnenkort, kijk maar jongens. Het laatste gedeelte van de gevangenis. Oh, yeah. Maar misschien hebben we dan eventueel ook de oorlog wel eens een keertje. Als dit helemaal goed draait, de overkant kunnen kopen. Zodat we hier dan, aan deze kant, wat nu heel rood is... een soort van gebied van maximaal beveiligde gevangenen kunnen bouwen. Want ik zag een aantal keer in de comments staan... Vaco, waarom heb je nou alleen maar van die simpele gevangenen? Nou, omdat ze ten eerste niet heel erg veel onrust stoken. Ze zijn lekker rustig. Ze leveren best wel veel geld op. Want hier, we hebben gewoon 13.000. Jongens, nee! Niet de muur weghalen! Oh my god... deze werkmannetjes zijn echt te debiel voor woorden. Haal die fucking binnenmuur niet weg. Stel dat je dwazen hebt. Hou we een kantine zonder muur. Dat is fijn. Haal die muur. Zet die muur weer terug. Kom op. Hoppakee. Aan de bak. Bouwen jongens. Dit is echt super dom voor jullie. Het slaat echt helemaal nergens op. En dan zou je zien als ik zo meteen dat ding terugzet. Door middel van die clone tool. Dat het dan alsnog niet werkt. Dan gaan ze weer de muur weghalen. Als ze nou weer de muur weg gaan halen. Ga ik echt mijn dingen gooien. Dan pak ik deze pokeball en dan gooi ik hem keihard naar die werkbannetjes toe. Wordt er helemaal gek van die gasten. Beste mensen van Prison Architect, maak alsjeblieft die werkbannetjes een beetje slimmer. Zou zeer gewaardeerd worden. Deze kunnen we dan zo hier planten. Deze kunnen we zo hier planten. En deze kunnen we dan hier planten, zo. Dit komt keurig netjes uit. Dan kan ik dat hier ook. Dit is echt super slim. Dit heb ik trouwens ook uit de reacties hoor. Niet dat jullie denken van, waarom is hier in één keer slim geworden? Nee, dat heb ik gewoon zien staan. Ik denk van, dit is eigenlijk wel heel handig. En veel nuttiger eigenlijk.
Slim van degene die dat bedacht heeft van jullie. Wordt zeer gewaardeerd. Muren slopen. Deze muur eruit. Deze muur eruit. Dan moet uiteraard ook de waterleiding worden aangesloten. De elektriciteitskabels moeten helemaal door naar boven. Hoppakee. Waarom werkt mijn muis niet meer? Water. Eerst water, water, water. En de rest komt later. Deze gaat hier. Zo. Oh, een van die cellen moet natuurlijk niet een cel worden. Dit moet geen cel worden. Dus deze moeten we eventjes cancelen. Waar is die shit? Hier, cel. Dit moet geen cel worden. Jongens. Jongens, werkmannetjes. Stop! Stop, 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 stop. Stop. Gaat weer compleet fout, jongens. Oh, help. Nee, die cellen gaan niet goed. Of gaan ze wel goed? Nee, dat klopt weer. Werkmannetjes, dat klopt weer eens geen ene reet van. Dit is niet wat ik besteld heb. Haal weg die zooi. Dit is niet wat ik gewen... Wat is dit nou voor... Zijn het soms Poolse klussers of zo? Dit is het... Haal me weg. Dit is dus de reden waarom ik die kloontool nooit gebruik. Ik verneuk het altijd. Oh, man. Ik dacht, dat gaat lekker goed. Dat gaat lekker snel. Dat is hartstikke mooi. Daar kan ik helemaal de blitz mee maken met de Vaco Gamers. Maar zo werkt dat dus blijkbaar niet. Cel, weg ermee. Zo, zo. Superdom. Echt superdom. Al mijn geld verneukt. Al mijn geld verkloot omdat ik weer domme dingen gedaan heb. Dit moet allemaal weg. Zo, dat het maar gewoon helemaal... We doen het gewoon handmatig. Story of my life. Hoppakee, deze gaat dan. Haal weg die troep. Muurtje terug. Ik wilde zo de blitz gaan maken. Ik dacht, ik ga alles helemaal tof doen. En ik ga alles helemaal mooi laten maken. Maar nee hoor. Jongens, nou heeft deze gevangene 2 wc-potten. Dat is niet de bedoeling. 1 wc-pot is meer dan voldoende hoor. Tot zover mijn geweldige plannetje. Het werkt ook gewoon nooit eens een keertje echt, hè. Waarom zou het ook wel werken? Waarom zou het ook allemaal goed gaan bij mij? Er is geen enkele reden voor mij om het goed te laten gaan. Dan staat hier gewoon een random deur. De random deur staat die stenen te neuten. Dit is toch... Ik dacht nog zo, we kunnen cellenblok D bouwen. Maar niet op deze manier. Haal eerst alles weg. Ik ga meer werkmannetjes neerzetten, want ik word hier helemaal gek van. Bouwvakketjes. Hoppakee. Zo, tempo. Doorwerken, jongens. Kun je niet meer te doen vandaag. Ik wilde zo mooi de blitz maken. Ah. Hoe gaat het trouwens ook ondertussen met de dood veroordeelde gevangenen? Die is nog steeds 19%. Which is een dingetje. Nou, hè. Oké, nou die wc nog. Materialen binnenruimte leegmaken. Alles wat hier staat moet weg, jongens. Kom op. Luister nou gewoon eventjes. Jullie hebben het allemaal verneukt. Dus jullie mogen het ook allemaal weer weg gaan halen. Ik ga het niet zelf lopen doen. Want ik ben niet helemaal gek. Ik ben een klein beetje gek. Niet helemaal gek. Eerste werkmannetjes keihard slaan met een zachte banaan. Echt zin om die werkmannetjes even flink te mappen, jongens. Nou, bouw die cellen weer terug. En dan bouwen we zo en zo. Zo moet die dan worden. Dan moet deze muren weg. Deze muur... Te laat. Deze muur moet dan weg. Zo, en dan moeten we op deze manier die celletjes gaan bouwen. Dan hoop ik dat ik al die bedden nog in mijn inventaris heb. Dus kan ik wel allemaal nieuwe bedden gaan lopen betalen. En die zijn best wel duur. Die zijn best wel duur, jongen. Dat is best wel veel geld. Zo, zo, zo. Alles weer gefixt. Niks aan de hand, jongens. Geen paniek. Echt gooi je met deze game. Zo, dan pam 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 pam. Maar we krijgen het wel voor elkaar. Dan maken we het gewoon maar morgen af. Ja toch? In ieder geval dit. Dan bouwen we gewoon lekker. In het weekend bouwen we extra lang. Aan Prison Architect. Bam. 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 Op z'n flats. Dit moet hem dan worden. Dat willen we aan deze kant ook hebben. Zo. Zo. Nou zie je. Uiteindelijk komt er toch nog wel een soort van goed. Hè? Het is dat de werkmannetjes voor de rest geen ene reet te doen hebben. Anders hadden ze alle andere dingen moeten eerst moeten uitvogelen. Boom. Ik vind trouwens ook wel dat ik extra geld verdiend heb. Omdat ik... Werkt. Wat ben je aan het werken, maat? Donnie. Wat ben je aan het doen? En waarom staan er hier 2 bedden midden op de... Er staan hier 2 wc-potten midden op de gang. Slaat toch helemaal nergens op.
Je gaat er niet zitten poepen midden op de gang. Dat doe je op school toch ook niet? Dat is toch helemaal niet hygiënisch? Dan gaat iedereen boven de nieuwsje zitten uitlachen. Keuren netjes. Hupsakee. Alles gaat goed. Alles is perfect in mijn wereld. Soort van dan, hè? Nou, oké. Hoe gaat het dan met de waterleiding? Is die wel aangelegd? Nee, die is ook niet aangelegd natuurlijk, maar dat is op zich niet zo heel erg. Zo. Elektriciteitskabel. Kan dan ook helemaal door naar boven. Zo. Deze die kant op. Dan moeten we de boiler zetten. We ook meteen maar neer. Boiler, boiler. En ik weet ook, jongens, het is niet helemaal de ideale manier om dit soort dingen aan te sluiten. Maar het werkt, weet je wel, het werkt. En als het werkt, ben ik al heel blij. Ik hoop dat hier ooit celletjes uit ontstaan, want voorlopig ziet het er even uit als een random puzzel. Oh nee, daar komt het goed. Ah, komt wel goed. Uiteindelijk. Wat is hier nou weer aan de hand? Waarom is dit dan rood? Omsloten door muren. Oh, omdat hier een hoekje zit. Are you kidding me? Moet het echt nog helemaal gebouwd worden? Nou, whatever. Vaco Gamers, ik denk dat we morgen lekker verder gaan bouwen aan het cellenblok D. Misschien hebben we het zelf nog voor elkaar kunnen krijgen als we wat extra geld erbij krijgen. Om dit ook helemaal in te richten. We hebben nog maar $4000. Dat is niet heel veel geld. Maar gelukkig hebben we een positieve cashflow van 12.500 per dag. Dat komt helemaal goed. En straks ook als er extra gevangenen bij komen, zal je zien dat ons geld vanzelf weer toeneemt. Voor nu hoop ik natuurlijk ook dat het aantal likes op deze video toeneemt. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten vandaag, knal hem zeker eventjes op. Misschien hebben we met elkaar de 2000 nog kunnen redden, net voor het weekend. Zou pittig cool zijn. En het zou ook pittig cool zijn als jij er morgen natuurlijk ook gewoon weer bij bent. Bij de volgende aflevering van Prison Architect, hier op Vaco Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En tot morgen. Mazzel!